Want nu ga ik, ja sorry, maar dan ga ik gewoon praten over, alsof ik tegen niemand praat, gewoon in mezelf. En nu werk is, waar gaat het over? Over eten. Maar wat ik daar nou precies mee bedoel, weet ik eigenlijk niet. Dat is een beetje een zoektocht, maar het is wel, ik wilde graag iets heel vrolijks maken en over eten. Maar nu ben ik in die tekening aan het zoeken om te kijken van, maak ik het heel dramatisch? Of gaat het juist over hele doodnormale dingen? Ja, maar dat is dan wel een beetje inherent aan het werk, dat ik niet altijd helemaal snap wat ik zelf aan het doen ben. Want ik vind dan zelf heel spannend woorden als rice, oatmeal en salademix. Dingen die eigenlijk, they don't make sense. Hè? Die hebben een beetje dat je denkt van, waar gaat dit over? Nou ja, dat is een beetje, ik ben zelf aan het zoeken naar dat gevoel van, dat heb ik zelf ook, van waar gaat het over? En dan ineens krijgt het toch betekenis. Omdat je dan, dat eten ga ik dan toch heel vrolijk doen, maar het heeft dan toch allerlei druppels en hangers en zo, dat je denkt, hè, eten? Nou ja, nou, dus dat is eigenlijk voor mij ook nog ook een flinke zoektocht. Ik maak moeilijke kunst die er makkelijk uitziet. Tekenen, dat doe ik eigenlijk sinds de jaren 80. En toen tekende ik voornamelijk met viltstift. En viltstift is een beetje een raar materiaal, want achteraf gezien is dat natuurlijk, commercieel gezien is dat natuurlijk waardeloos, want dat verbleekt allemaal. Maar ik was natuurlijk toen gewoon lekker bezig. In die tijd leerde ik heel veel over conceptuele kunst. En ik besloot toen al van oké, mijn materiaal gaat gewoon heel simpel zijn. Ik ga geen video's maken, ik ga geen foto's maken, geen performance, geen body art. Ik ga gewoon tekenen. Tekenen, alleen een potlood heb ik nodig en een stukje papier. De eerste tekeningen waren geen ontwerpen voor muurschilderingen. Dat kwam pas later. Toen ging ik echt muurschilderingen maken. En vanaf dat moment werden al mijn tekeningen ontwerpen voor muurschilderingen. Girl power. Begin jaren 90, toen dat woord nog niet bestond. Maar toen ik dus wel als vrouwelijke kunstenaar, want ik ben opgegroeid naar de academie gaan in de 70 jaar. In de 80 jaar begon ik echt aan de slag te gaan. Toen waren feministen voornamelijk, waren toen veel mee bezig met hun slachtofferrol. En op een gegeven moment in de 80 jaren begon ik ook te ontdekken dat zoiets zoals je ziet in wat ik doe met de bloemen en de decoratie, begon ik te ontdekken dat een heleboel beeldtaal verboden terrein was. Dat zodra ik ook maar een bloem schilderde, dat iedereen begon te gillen van nee, daar kan je niet meer aankomen, dat werd niet serieus genomen, dat was te positief, dat was te decoratief, te optimistisch, dat kon helemaal geen kunst zijn. Feminisme is gewoon niet gemakkelijk, feminisme is een beetje eng, dus het is eng feminisme.
heel eng. Hey Ine. Hallo. Hoi. Hey. Hey. Zo, daar ben je weer. Ja, ah, yes. Ik ben niet tot hoe lang kan jij werken vandaag? Geen idee, ik kan best wel lang. Oh ja, oké. Okay. Nou ja, ik heb in ieder geval wat soep voor vanavond. Dus we kunnen kijken dat we het in ieder geval afkrijgen. Ja, vandaag het laatste stukje dan, ja. Verfmengen. Ah ja, je hebt Instagram, heb ik gezien. Oh ja, sinds een paar dagen. Ja, ja. Dat is wel grappig, het is totaal verslavend. Elke ochtend meteen, hoeveel volgers heb ik? En, en nu had ik gezien dat een werk van mij, dat uithangsbord waarop staat, wat staat erop? Dat roze ding wat ik in New York maakte, waarop staat: Only yelling older women in here, nothing to sell. Ja. Nou, daar had wat iemand erop gezet en er waren iets van 5000 likes. Wauw. Ja. Ja. Lekker weer. Ik heb natuurlijk altijd alles zelf gedaan, die muurschilderingen. Vaak moet je een tentoonstelling maken in een week of zo. En dan, al die muurschilderingen, daar heb ik dan gewoon hulp bij nodig. En, maar op een gegeven moment begon ik toch van al het werk wel behoorlijk nek- en schouderklachten te krijgen. En dus toen langzamerhand kwamen er steeds meer assistenten in mijn leven, in mijn atelier. Maar nu gaat het eigenlijk best wel goed, want ik schilder nu veel mee eigenlijk. Die is nog niet af. En dit, hier komt te staan: cheap artworks, easy to understand. We also sell socks. Deze tekst heb ik in de tijd bedacht. Dit is al 2004, 5, 6 geloof ik. Was in de tijd een reactie op het Nederlands cultureel beleid. Toen ze gingen bezuinigen. En toen hoorde je allerlei nare dingen in de media en de pers over kunstenaarsprofiteurs. En dat kunstenaars nu maar eens eindelijk moesten gaan doen wat men wilde en zo. Dus dit is eigenlijk een beetje cynische, grappige tekstwerk van mij. Een beetje vrolijk. Waar ik zeg datgene wat men eigenlijk altijd wil van ons. En dat is namelijk dat we goedkoop werk maken. Cheap artworks. Easy to understand. Moet makkelijk te begrijpen zijn. Nou ja, maar we verkopen ook sokken. Dus daar gaat het over. Het is heel grappig werk. Ik heb het al een paar keer verkocht. Het dilemma waar de babyboomers voor kwamen te staan, dat wij konden kiezen of we wel of niet een kind zouden krijgen. Dat je dacht, daar wacht ik nog even mee, want ik doe dat wel als ik 25 ben. Dan was je 20 of zo. Maar, en daarna dacht ik, ik moet nou naar New York, dat komt later dan wel. Dus, maar op een gegeven moment was het zo van, weet je wel, Jack, ik was met Jack en Jack die had al 2 kinderen en die wilde eigenlijk geen kinderen meer. En mijn carrière begon helemaal te lopen. Dus toen was ik 35 en toen dacht ik, nou is dat... Dat ga ik nou niet meer doen. In mijn omgeving zag ik allerlei vriendinnen ineens vertrekken. En ineens, futs, die ging weg, futs, die andere ging ook weg. En allemaal kregen ze ineens een kind. En dan zag je ook wel hoe hun carrières daaronder leden. Dat is dus bij mij niet gebeurd. En daar kan je dan... daar denk ik wel over na. Of dat ik denk, heb ik daar nou iets aan gemist? Ja, soms mis ik daar wel iets aan. Denk ik, god, dat is toch ook wel leuk als je kinderen hebt en je kan ze zien opgroeien. En dat heb ik allemaal niet gehad. En
Ja, dus dat, dat is al iets waar ik wel over denk nu. En, maar aan de andere kant, ja, ik had ook nooit al dit werk kunnen doen als ik een familie gesticht had. Ik leerde Jack kennen in 1985 in New York. Ik had toen mijn galerie in Sixth Street. En toen kwam Jack naar de galerie toe. En die maakte kunst, dus die presenteerde zichzelf bij mij. Hij was een stuk ouder dan ik. Ik was nog wel jong, want ik was net 30. Jack was cameraman, hè? En die moest het opgeven, het camerawerk, want die kreeg een zware ziekte. Die raakte verlamd en, toen hij 37 was. En toen kon hij nooit meer die camera zo vasthouden. Dus ja, veel later ging hij mij filmen. Hij was een stuk ouder dan ik en ik vond het ook geen knappe man. Maar ineens gingen we alles samen doen. En er was ook een soort van vertrouwen. En ik had al vrij snel het gevoel alsof ik hem voor altijd al kende. Zo. Ik maakte er wel eens grapjes over en dan zei ik zoiets van... dat ik de liefde van mijn leven nog nooit gevonden had of zoiets... En een keertje lachte hij naar mij zo van, zo'n beetje gemeen lachje. En dan zei hij, nou, ik geloof het toch wel, hoor. Ja, het was echt soulmates. Figuratieve kunst had ik ver achter me gelaten. Ik zat in de abstracte hoek. Maar binnen de abstractie, als ik tekst gebruikte in mijn werk... kon ik heel snel betekenis overbrengen. Ik kon bijvoorbeeld een getal of een tekst in een abstract werk zetten. Bijvoorbeeld, ik kon erin zetten 1945. En ineens heb je, oh, iedereen denkt aan de oorlog, snap je? Die kunstwerken die ik maak, dat zijn als het ware mensen. Dat zijn bijna levende dingen. Want ik laat die kunstwerken de hele tijd praten. Ik zeg van alles. Die kunstwerken zeggen. Ik laat die kunstwerken van alles zeggen. En het zijn eigenlijk een soort hele kwetsbare... dingen, die kunstwerken, die hebben het over een positie waar ze staan. Hè? Mijn kunstwerk, I'm an artwork and I'm 3 years old. Hè? Dus dan laat ik dat kunstwerk iets zeggen waarvan je weet dat het eigenlijk... Is dat waar? Ja, nou ja, het is waar, het staat daar. Hè? Maar dat kunstwerk is natuurlijk geen kind... En het is wel grappig dat mensen mij dan vragen, en ze hebben helemaal gelijk hoor. Elke keer als je die muurschilling opnieuw maakt, komt er dan een jaar bij. Nee, dat soort logica, daar doe ik natuurlijk niet aan. Mind is gewoon eindeloos. Er zit zoveel in. En dat kan je allemaal kwijt op een stukje papier. Nou, dat is, ja, dat is fantastisch. MUZIEK